zonder OV en zonder studie kunnen we ook geen school betalen. En kan ook geen student ook niet studeren. Dus alleen maar, ja, zeg maar de rijke mensen een beetje die geld hebben, zouden de opleiding kunnen doen, maar de minder mensen dan weer niet. Hallo, ik ben Nita. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen deze keer met onze serie Op de Koffie. Goedemorgen, Cineac Noord. We gaan het weer proberen met het programma Op de Koffie. We zoeken de eerste bel. En bij wie zijn we terechtgekomen? Bram, Langenhoeren. En als ik het goed begrijp, Molukker? Ja, klopt. Ja. Ja. Al lang in Nederland of hier geboren? We zijn in 1948. Nou, we zijn hier binnengekomen in 1950 zo ongeveer. Zijn we het land binnengekomen. Neem aan je ouders? Ja, met mijn zus. Ja. Jij bent hier dus geboren? Nee, ik ben op de Molukken geboren. Je ziet er jonger uit dan dat het. Ja, ik ben al met pensioen hoor, dus. En ouders nog in leven? Nee, die zijn overleden al, alle twee. Ze hier wel naar de zin gehad? Jawel. Ja, ze hebben het goed naar de zin gehad, maar zijn ze begraven daarin op de Molukken. Dus je bent nog teruggegaan? Ja. Ja. Hoe is dat om daar dan te zijn? Is dat, voelt het dan thuis? Ja. Ja, ja, echt waar. Ja, dat is echt. Mijn zussen zijn al een paar keer geweest daar naartoe, zijn al mijn zwager ook. Dus. En ja, toen mijn ouders kwamen, kwamen te overlijden, toen moest je eigenlijk daar naartoe gaan. Moesten, hoef ook niet. Maar dan kom je dan op dat vliegveld dan, nou, dus, dan krijg je gewoon kippenvel van. Dus ja, stom is het eigenlijk. Ja, dat is echt raar. En ik voel mij hier ook thuis hoor, daar gaat niet om. Nee, dat geloof ik wel, maar het is echt een soort geestverwantschap. Ja, ja. Nog veel familie daar? Ja, of het dorp waar we wonen zit er. Hoe familie is het eigenlijk? Ja. Nou, hier zo in Blijdorp. Bevalt het hier ook, dat je ja. zegt? Ja, ja. Leuke buurt en ja, lekker rustig. Kinderen, kleinkinderen? Ja. Daar zijn ze. Twee kinderen en drie kleinkinderen. Gewoon Hollands opgevoed. Ja. Ik denk niet dat het veel verschil maakt, Molux of Hollux, qua opvoeding. Ik bedoel... Nou ja, Molux opvoeding is, als je daar in de gemeenschap, dan wordt het vrij hard opgevoed. Dan wordt het gelijk met de harde hand voor je ja, een beetje gedrild, een beetje militaristisch aangepakt eigenlijk. Zou dat nog zo zijn? Ja, vooral in de gemeenschap van zoals Moordrecht en zo, daar wordt altijd, omdat het daar een dorp op zich is, dus iedereen kijkt op elkaars vingers. Ja, en wij zitten, mijn ouders zijn toen, we zaten eerst in Friesland, toen zijn we verhuisd naar Ridderkerk, Slikkerweer, al jaren. Maar die zijn al gelijk bij de Hollandse gezinnen zijn ze ingeburgerd. Dus dat is een beetje uit. Je opvoeding? Nou, ik ben met mijn vierde jaar ben ik bij Hollandse pleeghuis opgevoed. Want mijn ouders zaten in Vught. En dan hadden ze de mensen die. De Molukkers die binnenkwamen. Hadden ze aan de mensen gevraagd, of Hollandse mensen. Of ze kinderen van de Molukse afkomst. Een paar dagen op vakantie, net zoals mensen uit Oekraïne en zo, weet je wel, ja. Kinderen. En dat was eerst mijn zus was naartoe geweest en later hebben ze mij gevraagd. En ik ben vanaf mijn vierde jaar ben ik bij die Hollandse mensen opgevoed eigenlijk. Ben je daar gebleven dan? Ja. Waarvoor? Ja, omdat mijn ouders die dachten van, nou jij wordt daar goed opgevoed. En, maar ik vind het wel jammer dat ik zo opgevoed ben, want ik had liever bij mijn ouders en bij mijn broers en zussen. Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt het wel goed gehad. Jawel, heel, heel goed eigenlijk hoor. Nee, we waren aardige mensen. En hoe lang heb je daar contact mee gehouden? Nou, van toen ik bij mijn pleegouders. Ja. Nou, heel lang. Toen de mensen kwamen te overlijden. Ik heb op Noord-Eiland gewoond, dus van mijn jeugd af. Dus je hebt eigenlijk twee families? Ja, ja. Ben je niet gek voor al die verjaardagen? Nee, nee. Bij de Molukkers is wel, daar was ik een beetje af... beetje verwaterd eigenlijk, want die kwamen in Friesland te wonen en ik bleef hier, dus ja,
de afstand werd weer een beetje te groot. Wat heb je nog van de Molukse cultuur zelf meegekregen? Niet veel. Wat souvenirs? Ja, en dan dat je gewoon bepaalde dingen dan... Als we daar in Friesland waren, dan kwam je een beetje met de Molukse... de opvoeding van de harde hand opvoeden en zo. En hier was het gewoon van, iets rustiger. Van vertrouwen en liefde. Ja. Nee, dat heb ik wel. Ik heb wel boeken en al die dingen met dat wel. Dus je hebt je wel geïnteresseerd voor je achtergrond? Ja, later. Later is het pas doorgedrongen. Toen ik daar naartoe ging. Ja. Toen ging het pas eigenlijk... Het schijnt dat je na je 25e hersens gaat gebruiken. Ja, dat misschien wel. Ja, klopt. Ja. Ja. En je vrouw en je kinderen, hebben die een soort cultuurverschil met jou ooit gehad? Nee, zeker. Nee, want ik praat eigenlijk plat Rotterdams eigenlijk. Nee, ik niet. Nou ja, ze zeggen, als ik wel eens in Amsterdam of wat dan ook, dan zei ze al van, kom je uit Rotterdam? Dan horen ze het dan eigenlijk, maar... Maar niet dat ik echt een Molukse praat of zo had. En als je naar het eindresultaat, voel je dan echt gelukkig? Ja hoor, ja. Er is nergens spijt van? Nee, ik heb nergens spijt van. In Basta kunnen ouderen meedoen aan het filmproject Nooit te oud. Van Ooyen. En ik ben hier bezig met een groep senioren mensen, waar ik één van ben, om een film te gaan maken over Rotterdam. Waarbij het uitgangspunt is dat we denken dat de oudere Rotterdammer nog meer verhaal heeft dan de jonge Rotterdammer. Ik ben Erik Algema, ik ben een... Ik ben beeldend kunstenaar uit Amsterdam en ik ben nu een filmproject aan het doen met ouderen in Rotterdam. Wat is de bedoeling ervan? Het is de bedoeling... het gaat twee kanten op. De bedoeling is ten eerste om een groep ouderen te leren hoe je een film maakt. We willen uiteindelijk echt een fictiefilm maken. Dus we gaan samen door allerlei opdrachtjes te doen, filmtheorie, een beetje filmgeschiedenis en allemaal opdrachtjes. Wil ik mensen leren hoe je film maakt. Dan gaan we ook een scenario schrijven samen met de groep. En dan gaan we een korte fictiefilm maken over door de ogen van ouderen in Rotterdam. En dat is het andere belangrijke aspect. Het samenwerken met mensen, ook voor mij. Ik ken niet zoveel ouderen eigenlijk. En ik vind het heerlijk om nieuwe mensen te leren kennen. Film is een leuk medium om door de ogen van andere mensen naar de wereld te kijken. Dus het gaat twee kanten op. Daarom maken we er ook een documentaire omheen. Ik hoop dat het haveloos was, dat het een goed interview. En het werd ook iets gezond, ook iets van Rotterdam-Zuid in. Maar dat was helemaal niet zo. Rotterdam-Zuid werd helemaal niet genoemd. Maar ik vond, want ik woon in Rotterdam-Zuid, ik ben er geboren. En ik vind gewoon dat het in het picture moet, begrijp je? Dan word ik nog een Zuidwijk, de armste wijk van Rotterdam. Slechtste deelgemeente, Haarloos, ook niet op maar. Nou, sowieso. En toen zegt hij, maar hoe kom je nou aan Rotterdam-Zuid? Toen zeg ik, nou, dat stond er in dat interview. Toen zegt hij, dat weet ik niet, dat heb ik niet gelezen. En toen kwam ik thuis, dacht ik, ik moet toch eens even dat interview nog lezen. Dat stond er ook helemaal niet in. Maar ik ben dus gewoon... Vol van Rotterdam Zuid. Ja, bewogen ermee. Ja. Ik vind gewoon, het moet afgelopen zijn. Rotterdam is Rotterdam. En we hebben Rotterdam Noord, Zuid en Oost en zo. En dit en dat. En Zuid moet gewoon in de fictie klaar uit. Hebben de voorstelling van de door ons gefabriceerde film over Rotterdam. Dat lijkt me fantastisch. Ja, en het leuke is natuurlijk dat je halve familie die je al 10 jaar niet gezien hebt, die zie je op 18 mei in Lantaarn het venster. Dan gaan we nu naar Elmar met Straatpraat. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Straatpraat. De gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen van de gebiedscommissies komen steeds dichterbij. De vraag die misschien wel bij jullie heerst, op welke partij ga ik stemmen en waarom? Deze vraag stellen we deze week ook aan de mensen op straat. Ga je stemmen?
Dat weet ik nog niet. Ik ben er nog niet echt mee bezig geweest eigenlijk. Nee. Ja. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik ga wel stemmen, maar ik heb nog geen idee op wat. Nee. 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 Ja, ouders, stemmen die altijd op een bepaalde partij? Ja. Partij van de Arbeid. Oké, heeft dat invloed op jou? Ga je daar dan in mee? Of denk je echt van nee, totaal niet? Nee, eigenlijk niet. Kunt u vertellen waarom niet? Ja, van die plannen die ze beloven en verwezenlijking, komt niks van terecht. Nee. Welke plannen zijn dat? Bijvoorbeeld armoede, mensen met armoede meer helpen, financieel en zo. Of middels een baantje of zo. Maar die baantjes stellen niks voor. Vegen op straat, dat soort onzin. Is er ondanks het feit dat u niet gaat stemmen toch nog een partij waarvan u zegt van nou, die vind ik wel aardig? PVV. PVDA. Hè? Okay. Kunt u vertellen waarom u voor deze partij kiest? Nou, ik heb al jarenlang wat gedaan en gewoon. Heeft u ook nog een mening over de andere partijen? Jawel. Ja? Vindt u die minder als de PvdA? Nou, minder. Meer ook niet. Mijn ouders stemmen eigenlijk altijd VVD. Dus eigenlijk gaat daar mijn voorkeur wel in principe heen. Ik denk zelf D66. Ik weet niet waarvoor. Omdat ik niet weet voor wat ik moet kiezen. Welke keuze vind je moeilijk? Nou, omdat ik niet weet waar ze voor staan en al. Dus dan vind ik het ook moeilijk om te gaan stemmen. Ik heb nog nooit gestemd en ik weet niet waarop ik zou moeten stemmen. En als mijn stem ook zou helpen als ik zou stemmen eigenlijk. PVDA vind ik ook wel goed, want die zijn heel voor de jongeren. En die zorgen dat OV blijven en studiegeld blijven en ik wil toch verder studeren. Dus dat vind ik wel goed. Zonder OV en zonder studie kunnen we ook geen school betalen en kan ook geen student ook niet studeren. Dus alleen maar, ja, zeg maar de rijke mensen een beetje die geld hebben. Zouden de opleiding kunnen doen, maar de minder mensen dan weer niet. Kan je zelf vertellen wat je belangrijk vindt aan het stemmen? Dat er een goede partij wordt gekozen. Want ja, tot slot, dat is gewoon het belangrijkste. Je hoort erbij. Kijk, als je niet stemt, dan ben je toch een stem kwijt. Ik denk zeker dat het belangrijk is om te stemmen. Als je niet stemt, wat blijft dan over van de democratie, toch? Ja, ik vind het vooral als mensen gewoon lopen te zeuren van ja, dit is niet goed geregeld, maar ze hebben uiteindelijk niet gestemd. En dan denk ik bij mezelf, ja, had er gewoon gestemd. Ja. Weet je wel? Dus daarom vind ik eigenlijk wel dat je moet stemmen. Gewoon puur om je eigen belang ook. Als je niet gaat stemmen, vind je dat dan iets zonde van je stem? Dat die verloren gaat? Het is maar één stem van de duizenden, denk ik. Dus ik denk niet dat het zoveel uitmaakt. Aan de ene kant wel, maar zoals ze net al zei, zijn er heel veel mensen die toch wel gaan stemmen. Dus we weten toch wel iets meer. Als ik dat ik zomaar ga stemmen op iets waar ik misschien helemaal niet achter sta. Heb je wel in de media misschien dingen gehoord dat je denkt van hey, misschien wordt het wel die partij of wordt het die partij? Klinkt misschien raar, maar ik vind Geert Wilders wel goed. Alleen ik vind het jammer dat hij racistisch is. Dus. Wat vind je goed aan de standpunten van Geert Wilders? Nou, hij denkt tenminste realistisch na en zo, vind ik dan, vergeleken de andere campagnes. Kan je van al die partijen ook een partij noemen die je absoluut waar je absoluut niet op gaat stemmen? Waar ik absoluut niet op ga stemmen? Ik ga absoluut niet op de PVV stemmen. Ik heb niks met Partij van de Dieren. Waarom precies weet ik niet, maar ik weet niet. Nee, inderdaad. Okay. Ingegroeide afkeur of zo, ik weet niet. Elmar, ga jij zelf eigenlijk stemmen? Nou Mireille, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar nog geen antwoord op. Ik vind het best lastig, de keus, maar ik denk dat ik niet ga stemmen. En waarom niet? Omdat ik het eigenlijk allemaal zakkenvullerij vind van al die partijen. Ze zeggen maar, ik sta hiervoor, ik sta daarvoor. En uiteindelijk gebeurt er helemaal niks. Dat was alweer de Straatpraat voor deze week. Volgende week zijn we gewoon weer bij jullie terug met een nieuw onderwerp. Succes met stemmen en tot de volgende keer. Dat was het weer. Vergeet niet te kijken op onze website, Facebook, YouTube of Twitter. Heeft u zelf een film te uploaden, dan kunt u dat doen via www.rotterdamnoord.tv. Tot de volgende keer!